Wat een dag. Helemaal leuk. Maar ik ben nu vlakbij waar ik de eerste bezichtiging had. Dus dat is wel een eikon Brikkel. En ik heb al een paar keer gezegd dat de wijk waar ik waarschijnlijk ga tekenen... Of tenminste de wijk, het is dezelfde wijk, maar dat die straat beter is. Dus ik ga het eventjes laten zien. En eigenlijk ook voor mezelf nog even een keertje kijken. Even kijken hoor, 9th Street. Ja, ik moet hier naar... Oh, wacht. Oh, volgens mij ben ik er al. Dat is echt bizar hier zo. Alles is zo fucking dichtbij. Dus volgens mij is het daar zo, daarachter, is het gebouw. Nou ja, je hoort het al. En je ziet het al. Fucking druk. Nou ja. 7-Eleven, tandarts. Nou, niet echt hele boeiende dingen. Pepito's Plaza. Kijk, dit is dan het metrootje. Volgens mij. Hierheen. Thank you. Hi. Okay, ik kan wel merken dat ik een rokje aan heb. Microsoft. Kijk hoor, volgens mij zijn we er al bijna. Nou voel ik me niet snel ongemakkelijk, maar ik voel me op zijn minst bekeken hier zo. En dat heb ik op die andere plekken toch eigenlijk niet. Even kijken hoor, waar moet ik heen? Oh, wacht. Bank of America. Ja, kijk. Dat is natuurlijk wat ik zag vanuit het appartement. Vanaf het balkon. Dus het moet daarachter ligt het. Ja, het is die daar. Kijk hoe druk. Overal zijn ze aan het bouwen. Kijk hier, dat... Een grote constructiesite. En dan zijn we er nog niet eens. Hier overal. Ja, dit is niet chic, hè? Echt bizar hoe er zo'n groot verschil kan zijn. Want die straat die je daar, die kruis, dat is die Brickell Avenue. Dat had ik in een ander filmpje ook uitgelegd hoe dat zit. Dus dat is eigenlijk aan de hoofdweg. En hier zijn we bij de 8e straat. En mijn Airbnb appartement die zit dan op de 12e straat. En waar ik wil gaan huren voor een jaar. Die zit 14 of zo ergens de hoogte daarvan denk ik. Kijk, dit heb je dan sowieso elke keer voor je deur. Kijk, want het is die daar. Ah, de vorige keer wilde ik naar die sportschool in downtown. Kijk, dit hebben ze wel leuk gedaan trouwens. Die steek schuin over. Maar vorige keer wilde ik naar downtown, want daar heb je die boxer gym. En toen heb ik ook, oh, kijk, die bus staat er alweer.
daar, dat transitbusje. Volgens mij heb ik 10 minuten of zo in die bus gezeten. Oh, kijk deze auto. Oh, wat leuk. Super gaaf. Zoiets wil ik. Maar volgens mij hebben we 10 minuten voor het stoplicht gestaan. En heel die brug was helemaal, stond helemaal vast. Dus dat heb je dan iedere keer voor je deur. Dus stel dat ik dan een auto koop en ik wil gewoon mijn appartement uit. Dan heb ik dus kans dat ik hier meteen al de file in knal. Grote kans zelfs. En die brug daar naar downtown gaat ook nog eens open. Dus behalve dat je gewoon dat het druk is, heb je dat ook nog eens. Ben ik eigenlijk van die grafspijken in de brug af. En dan zou ik hier godverdomme naast de brug gaan wonen. Kijk, hier kom je dan uit. Dus dan letterlijk, want dit kruispunt staat dus heel vaak vast. Dan letterlijk ga je knal je meteen een file in. Ja, dat maakt op zich niet uit, want het is daar zo. Dus ik hoef er niet helemaal voor te zijn. Maar ik denk in ieder geval dat het wel duidelijk is, hè, hoe de wijk, hoe de buurt hier is. Kijk, en dan lopen we nu gezellig samen. Gaan we naar mijn nieuw appartement lopen. Dus dat is hetzelfde stukje als dat ik van de week met naar Citizen M liep natuurlijk. Want ja, dit is de 8e straat. Oh, 7 zelfs. Dit hier, 7. En naar Citizen M is 10. Dus dat stuk heb je al gelopen. Dus je kan het gerust even doorspoelen dadelijk. Of je gaat gezellig nog een keertje mee. De Wendy en Charmaine, die zijn er nu. Die zijn vandaag naar de Everglades gegaan. En daarna naar de Art District. Dat is een andere wijk hier. Dus dit is de Financial District. En Art District is, daar wonen vooral creatievelingen, schilders, muzikanten. En daar hebben ze dus heel de wijk, hebben ze overal met graffiti en allemaal mooi gemaakt. Allemaal gericht op kunst. Dus, maar ik moest werken vandaag gewoon, hè. En eigenlijk vind ik het ook wel leuk om dat gewoon te bewaren. Dat ik dat een keertje doe, weet ik veel. Misschien een keer als date. Dat is wel leuk dat ik er dan nog nooit geweest ben. En morgen gaan ze naar Miami Beach. Dat vind ik dan leuker eigenlijk om mee te gaan. Kijk, al die fucking Mercedes G-klassen. Oh, wat een leuke auto's overal. Oh, kijk, dit is die gratis, een gratis busje. Oh, die is ook grappig, kijk dan. Kijk. Die bezorgen eten. Oh, wacht even. Nee, wacht. Want Wendy wilde dit. Ik kan die... Kan ik die QR-code scannen? Sorry, nou staat iemand te wachten op zijn eten natuurlijk. Grappig. En dan... Brickle? Oh, ga ik ze verrassen. Gaan we vanavond daarvan bestellen. Ik weet alleen niet of het ook kan. Kijk. Delivery. Even kijken hoor. Prickle Bay Drive. Maar ik snap alleen niet
of ze het dan, waar brengen ze het dan, hè? Dat lijkt me niet dat die de lift naar boven neemt. Nou, ik ga hem in ieder geval even opslaan. Jezus. Hoe doe ik dat dan? Waar kan ik hem gewoon opslaan? Nou, ik ben er alweer helemaal klaar mee. Ik kom hem nog wel een keer tegen. Het is 4:15 nu. Het is lekker als spits. Leuk koffietentje. Oh wacht, dit is waar ik van de week... Oh, die moet ik eraan. Zal ik even uploaden? Dat was ook wel grappig. Toen liep ik 's avonds naar huis. Toen hoorde ik daar muziek. Toen ben ik daar binnen ben ik even gaan drinken. Toen dacht ik zo, het is fucking duur. Ik betaal $15 voor een wijntje. Maar dat betaal je ook wel. Dus dat is, met andere woorden, dat is niet duur. Dat is normaal. Ik weet natuurlijk met Sandy naar Ibiza ging. En dat we daar bij, hoe heet die? Hoe heet dat nou? Waar die DJ's komen. Godsamme. Ja, maar niet uit. Daar betaalden we ook $15. Toen dachten we ook al, dus belachelijk. Nou verschilt Ibiza natuurlijk niet zoveel met Miami. Nou, 10. Dus in deze straat zit M Citizen en Sexy Fish. Hier gaan we heen als we gaan stappen. Oh ja, deze is ook wel leuk. Hier wil ik ook gaan eten binnenkort. Ben ik in Istanbul al geweest. Alleen daar was het echt helemaal de shit. Er stond een fucking lange rij, maar ik heb hier eigenlijk nog nooit een rij gezien. Bij Sexy Fish dan weer wel. Er staan echt wel 15, 20 man altijd voor de deur te wachten tot ze een tafeltje kunnen krijgen. Oh, een beetje warm begin ik het wel te krijgen nou, hè. Maar ik ben ook best wel als een local gekleed, zou je bijna zeggen. Kijk, met een zwart shirt aan. En mijn zwarte boots. Maar zelfs dan is het nog goed te doen, hoor. Ook al is het zwart en best wel een dik truitje. Oké, gaan we weer kijken of we er kunnen komen zonder navigatie. Of het op gevoel kan. Het zou niet moeilijk moeten zijn. Oh, wel, ik kan ook via mijn eigen straat. Ja, ik loop wel gewoon via mijn eigen straat. Mijn straat nu. Oh, dat is wel leuk. Ik had gevraagd of ik, omdat Wendy er nu is, of ik vandaag even samen met Wendy en Shemaine en Kia naar het huis kan kijken. En hij stuurt me net een berichtje terug. Dat hij het gaat proberen. Oh, en of ik Victor even wil bellen. We zijn bezig om op tot een agreement te komen. En het is de vraagprijs was 5500 per maand. En ik heb nu in principe een laatste tegenpot gedaan van 51,50. Nou had ik eigenlijk 5500 willen betalen, maar... Ik wist niet dat we zo begonnen. Mijn makelaar zei, zeg gewoon 47,50. Dus blijkbaar is dat normaal. Nou, en toen hij in eerste instantie zei van joh, wat wil je bieden? Toen had ik al in mijn hoofd zoiets van nou, anders bied ik gewoon 2500.
Maar omdat hij zei 47,50, dacht ik, oké, nou, op 47,50. En nou, als we uiteindelijk alsnog op 5200 uitkomen, nou, dan ben ik echt hartstikke blij. En ik heb nog een paar keer verder gekeken. Want in dat gebouw waar ik nu dus voor bezig ben, er zijn er nog een stuk of 12 of zo. Dus ik heb verder zitten kijken. Ik denk, ja, misschien wil ik wel een andere. En er is er ook eentje met 3 slaapkamers. Ik weet ik wel niet wat ik met 2 slaapkamers moet in mijn eentje. Dus laat staan 3. Maar toch, als ik voor 5800 3 slaapkamers kan krijgen, waarom zou ik dan voor 5500 2 slaapkamers doen? Nou weet je, dit is de enige waarbij de indeling zo is. Dus dat je de woonkamer hebt en dan aan allebei de kanten. Oh, dit is trouwens waar ik nu zit. Ook niet zo heel erg mooi. Qua straat bedoel ik dan. Maar wat zei ik? Oh ja, die aan allebei de kanten heeft. En ik heb een aparte toilet. Dus hij heeft 2,5 badkamer. En heel veel hebben 2 badkamers. En ja, ik ben dat dan toch wel gewend om een losse wc te hebben. Dat voelt dan toch wel een beetje Nederlands. Een beetje zoals thuis. En dan mocht ik gasten hebben. Toen ik in december bij Stormy was, vond ik het fucking irritant dat als ze bezoek kwam, dat ze mijn badkamer gebruikte om naar de wc te gaan. Want dat was dan ook meteen de guest wc. Ja, luxe probleem. Dus hier zijn we, gisteren waren we daar wezen eten. Op de hoek. Aan het water. Crazy About You heette dat. Zo had ik nog, ik denk ineens, wat hebben ze veel afgeschreven joh. Hebben ze een fles wijn gerekend in plaats van een glas wijn. Dus dan mogen ze zeker wel eventjes een mooie excuseskorting voor geven. Het is dat ik het gezien heb. Anders hadden we gewoon even dik $30 van me gejat. Kijk, het ziet hier al een stuk schattiger uit, hè? Dan toen we in de buurt van het andere gebouw kwamen. Ik zit trouwens helemaal niet op te letten hoe ik aan het filmen ben. Dus ik hoop dat ik niet alleen de lucht of de grond film. Het is wel leuk, dit restaurant hier. OPM, ik had gezocht online wat leuke restaurants zijn om als je alleen bent om te gaan eten. En daar kwam deze uit. En die zit nou aan mijn gebouw vast. Nou, it's meant to be. Maar het is best wel prijzig, volgens mij. Niet volgens mij, het is een beetje een prijzig restaurant. Dit is mijn nieuwe gebouw dan. Kijk hoe mooi. En rustig. En gewoon palmbomen in plaats van constructiewerk. Dikke auto's. Nog een leuk restaurantje. Ik zei even, toch allemaal net iets anders, hè, als waar we net waren. Net had je de Pepito Pizza. Oh, is het nou? Wat is het?
Oh nee, ik dacht even dat. Ik denk, is het nou een bakkerij? Maar dat leek me zo. Kijk hoe het heet. Allemaal echt heel leuk. Osaka. Kijk, dus twee restaurants meteen naast me. Nooit meer koken. Kijk, en dan waar je die auto's daar ziet staan. Daar zo, waar ze afslaan. Dat is dan weer Brickell Avenue. Dan doe ik even een rondje van de zaak en ga ik even naar de CVS. Want ik ga even een nieuw flesje wijn halen. Dat gaat toch wel ietsje sneller als dat het in Nederland altijd ging. In Nederland dronk ik eigenlijk nooit. Maar hier smaakt het me eigenlijk iets te goed allemaal. Maar ik ga eerst even fitnessen zo. Dus het is nu 4:05. Ik heb eigenlijk om 6:00, ik heb me opgegeven om naar een of ander netwerk bijeenkomst te gaan. Maar misschien laat ik die wel eventjes gaan. Ik ben sowieso heel deze week nog met Wendy en Shemaine. En het is echt erg, maar ik heb nog helemaal geen behoefte om vrienden te maken. En het gaat hier zo makkelijk. Dus zodra je met iemand praat, dan willen ze al je vriend zijn. Die meid die me had geholpen om naar het strand te komen van de week, die zit me al heel de berichtjes te sturen. En die was samen met een collega, waren ze al ruzie aan het maken, wie mij als eerste had gezien. Superleuk natuurlijk. Echt alleen maar echt heel schattig en leuk. En ik zei tegen haar van, joh, als ik dadelijk een auto heb. Want zij woont in downtown Miami. En dat is dus, daar waren we net, bij die brug. Maar zij moet, weet ik veel, hoeveel bussen nemen. Dus ik had gezegd van, nou, als ik dan naar het strand ga, dan hebben we even contact. En dan pik ik je op. Zo, een beetje donkere wolken. Zou het dan een keertje gaan regenen? Kijk, joh. Dat zou wel grappig zijn. Uitgerekend als Wendy hier is. Dus zij heeft in Orlando eens een dag niet zo lekker weer gehad, volgens mij. En ik nog in één keer. Letterlijk alleen toen ik op het strand was. Toen ging het ineens een beetje druppelen. Maar toen ik dacht van, oké, zal ik naar huis wel gaan? Toen was dat weer opgehouden. Dikke auto. Ja, ik wil eigenlijk pas een auto als ik zo'n budget heb. Ja, nou wil ik, ja, ik zou dat wel willen, maar dan voor de bij. Niet als boodschapauto. Dikke Porsche. Dus even kijken wat erin zit. Dat is nog het leuke. Het zijn meestal echt nog jonge mensen ook. Oké, blijf op rood, blijf op rood, blijf op rood, blijf op rood. Ik kan het niet zien. Kunnen jullie het zien? Ik ben er bijna. Nog één straat. En dan ben ik bij het appartement. Jullie hebben wel. Jullie hebben heel Brickell gezien, denk ik. Oh nee, ze zijn nog niet bij de winkels geweest. Ja. Je hoeft hier niet te wachten tot het op groen is. Die stoplichten slaan helemaal nergens op. Ook als er ergens helemaal geen auto's, dan gaat het alsnog gewoon op groen. Ja, ik ga eventjes naar CVS. 24 uur per dag open, dus dit is de, dat daar zo is mijn straat.
is wel fucking chill om dit te hebben. 24 uur per dag open. Willen jullie even de binnenkant zien? We zijn er nou toch. Gewoon een soort van, eigenlijk een soort van kruidvat. En dan zit er nog een apotheek zitten bij. En dan, oh ja, wijn ging ik halen. Ik denk dat we het volgende keer eigenlijk ook weer doen. Ta-ta-ta-ta. Oh, nee. Deze. Oh. Nou, kijk. Twee kleur. Dollar. Okay. Nou, doei. Ik ben net terug van de CVS. En kijk dit. Fucking in time. Dus Wendy, elke fucking dag prachtig weer. En Wendy is hier. En het barst helemaal los. En Wendy loopt nou in... Hoe noem je het? Art District. Okay. Ik hoop eigenlijk wel dat ze gewoon ergens binnen zijn. Dat ze in ieder geval alweer klaar zijn met wat ze echt wilden doen. Maar het is wel leuk. Even kijken, het is nu 4:12. Gaan we even kijken hoe lang het duurt voordat het zonnetje weer terug is. Ik heb even gefitnessd en nu is het gewoon weer lekker weertje.